Dag drie. En toen waren er nog maar twee. En toen waren er nog maar twee. Jullie denken misschien nu dat we elke avond iemand vermoorden die het laagste level is? Dat klopt. Niet echt. Bally en Bram moeten werken. Maandag. Het is vanavond zondag, dus Justin en ik zijn nog over. Wel een mooie gelegenheid om even, wat natuurlijk vrijdag zo van, oh, we gaan een film kijken, leuk, we hebben de film gekeken. Gisteren zo van, eerste indrukken, wat vinden we dope, wat niet. Ik dacht vandaag, voor degenen die nog kijken, die dit volgen, deze serie, dit seizoen 1, iets dieper even op de game ingaan. Wordt nog wat. Wordt nog wat. Het wordt nog wat. Want we zijn nog steeds knijtergaar. Hoeveel uur heb je geslapen? Minder dan dat ik in de game heb gestoken. Veel minder. Oh ja, dat is ook wel bizar eigenlijk. Ja. Hoeveel uur zit je? Wacht even. Voor mensen die snurk horen, jullie weten het misschien niet. Gaat ik die dikke is erbij. Dikke! KO. Ah, dit is snurken. Hij zit op 30 uur, die dikke. 37 uur. Wat? Hoe dan? Volgens mij zit ik op 37 uur. Damn, son. Ik op 30. Wil je iets zeggen? Als je zo nu één ding wat je opvalt. Ik heb namelijk een ding. Ga jij maar eerst. Zal ik eerst gaan? Doe maar. Ik heb dus vandaag, Justin is iets verder dan ik, omdat ik vandaag tussendoor, ik moest vanmiddag naar Ajax-PSV, omdat ik daar wat spelers moest interviewen. Dus ik ben naar Amsterdam gereisd en weer terug gereisd. En het rare is, toen ik wegging zat ik denk op 23, 24 uur of zo. I don't know. En ik stap hier in de auto en dan moet je voorstellen, vrijdagavond, film gekeken, game gespeeld tot diep in de nacht. Gisteren, gewoon 's ochtends opstaan, PlayStation aan, rammen. Midden in de nacht naar bed toe, vanochtend wakker worden, weer verder spelen. En ik stap in de auto en ik dacht bij mezelf, echt, ik letterlijk, we zitten hier in een vakantiepark. Het vakantiepark afgeleid, de hoek om en ik dacht, oh man, ik heb echt zin om verder te gaan. Hoe bizar is dat? Best wel. Heb je dat ooit met Destiny gehad? Dat je zo graag weer terug wil? Ah, nee, ik heb nooit een game zo lang gespeeld, zoveel, zo knijterhard. Uren erin gepompt, 3 dagen achter elkaar. Maar qua uren zitten we nu best wel dicht in de buurt van wat we in 2 jaar met Destiny hebben gedaan. Nee. Nou, dat ook niet. Niet eens in de buurt. Onzin. Maar aan één stuk, in 3 dagen tijd, zoveel uren, heb ik nog nooit in één game gestoken. Nee. Ik stap in die auto en ik denk, ik wil verder gaan. Ik heb nog deze hunt openstaan, ik heb nog deze quest. Ik moet nog naar die ene oude guy om die shit terug te geven. Dat zegt zoveel voor mij. Dat was ook de eerste gedachte waar ik mee opstond. Ik dacht, even nog die hunt afmaken, nog eventjes die dogtag voor die gast verzamelen. En misschien dat ik dan verder ga met de main story. Maar nee, ik moet nog foto's maken op een andere plek. Dus ga je daar weer mee verder. Ik denk dat ik van de 15 chapters die deze game volgens mij heeft, ik zit voor mijn chapter 3. Ik iets verder. Jij bent main missies gaan doen. Hoe zijn die? Heel bruut. Ik wil er niet te veel over zeggen, want ik ben bang dat ik gewoon te veel voor jou ga spoilen. Mee eens. Maar ze zijn knijtervet. Ik heb 1 battle gehad. En die deed me denken aan een van de eerste trailers van Final Fantasy 13 Versus. Ja. En 7 jaar geleden of zo. Fucking hell, man. Echt niet normaal. Oh. Godverdomme. Ik wil die nog een keer spelen. Ik moet eraan toe gaan komen. Aan de main missies. Maar het gebeurt niet. Omdat ik zit in deze wereld. En ik snapte vandaag. Klikte pas. Jullie zeiden gisteren allebei. Die wereld, man. Die wereld is zo vet. En ik dacht van ja. Het ziet er super vet uit. Alleen ik snap nu wat jullie bedoelen. Het hele idee van alles in deze wereld heeft een plek. Deze wereld heeft een geschiedenis. Ik zit erin. Ik speel er een rol. En ik vind het ook een heel cool iets. Je bent natuurlijk de Prins Noctus. Die soort van het platteland intrekt. En daar allemaal dingen ziet die voor hem soort van redelijk nieuw zijn. Het wordt niet echt gezegd. Maar het is een beetje een subtiele ondertoon. Ik vind het zo lijp om in deze wereld dingen te doen. En ik doe echt alleen maar sidequests en fetchquests. En ze zijn echt niet allemaal een goede achtergrond. Bijna geen. Maar op één manier is het zo lekker. En mijn persoonlijk favoriet is nog wel de Huns. Ik heb vanochtend had ik een battle. De eerste echt moeilijke battle. Omdat ik zoveel sidequests doe, ben ik vrij snel overpowered veel van shit. En er was 1 Hunt die eigenlijk te hoog was. En ik dacht, fuck it, weet je. I'm hit that shit. En dan heb je, ik kwam in een battle met 3 necromancers, voor degene die de Huns hebben gespeeld. En ik heb bijna al mijn items erheen gejaagd. Echt mijn mega phoenix, mijn phoenix down. Ik had er nog 1 over. En op een gegeven moment, halverwege ren ik die battle uit. Ik zei, oké, dat ga ik niet redden. En toen dacht ik, fuck it. Als ik nu wegga, ben ik de helft van mijn items kwijt zonder resultaat. Dus dan maar de dood of de gladiolus. En het werd de gladiolus. Want ik en gladiolus, mijn favoriete character, hebben met z'n tweeën, terwijl de rest dood was, gewoon short matter gemaakt. Met die necromancers. En hoe
Dit vechtsysteem is zo goed. Gast. Het is zo fucking goed, vooral in combinatie met... Het mag voor mij dieper, moet ik zeggen. Ik had graag ook wat kleren geëquipt. Wat ik nu niet doe, omdat er geen bonusstatistiek aan zitten. Maar, dat gezegd hebbende, als ik kijk naar wat ik zeg maar vrij kan spelen, ik zit heel erg op, oké, blind strikes, dat je van achter aanvalt, link strikes, dat je met z'n tweeën aanvalt, die shit heb ik echt opgepompt. Het gaat wat meer om positionering. En ja, maar je kunt ook extra damage uit. Ja, maar dat is ook, die tactiek hanteer ik. Ik zit heel veel op die link strikes, en blind strikes en warp strikes, en die heb ik dus ook helemaal via de soort van grid extra power gegeven. En dat te passen, het is zo fucking. En ik vind het vet dat er niet 1000 wapens in zitten, maar dat je af en toe een wapen krijgt wat in één keer een beuk sterker is. En dan zit je echt zo, elke klap. Ja, dat voelt meteen goed. Het is zo insane. Ja. Just, ik wil dat jij even iets vertelt. Ik vroeg net aan jou, voordat wij gaan opnemen, hoe is de game tot nu toe ten opzichte van wat jij verwacht had? En wat ik toen zei was, hij is veel beter. Ja. Niet dat ik daar hele lage verwachtingen van had. Maar de laatste Final Fantasy die ik heb gespeeld is Final Fantasy 13. Ja. Was bijna autopilot mode. Ja. En dat was een beetje de reden. Ook de turn-based. Ik zat er niet in. Ja. En dat had ik altijd met de Tales of serie wel. Je komt in een gevechtsscherm en je gaat vechten alsof het een soort van brawler, fighter is. Ja. Je hebt zelf invloed op wat je doet. Je kan aanvallen linken. En dat heeft Final Fantasy nu eindelijk. Niet normaal. Het is zo fucking vet. Maar het is... Je kan gewoon spelen door een paar knoppen in te houden en op het juiste moment een soort van counter of dodge te doen. Als je level hoog genoeg is, kun je gewoon ook hou R2 in. Ja. Denk ik. Ik weet het niet eens zeker. Dat kan je dan doen, want ik ben nu echt overpowered. 20 levels overpowered. Ja, als je overpowered bent, kun je in de main story. Dan is de bedoeling. Dan is dat je gewoon chop overal doorheen. Ik heb geen woorden voor. Het is dope. Het is zo fucking dope. Ik ben nog wel ontzettend... En ik raak er alleen maar mee geïrriteerd door het 's nachts rijden. Ik heb het gisteren al gezegd. Dat hele ding... Dat een fast travel systeem, dat het er niet helemaal is. Oké, prima. Maar, en nu heb ik een chocobo. Hij heet Karel. Hij is paars. Ik heb hem zelf genoemd. Hij heeft 2 trotse medailles. Die kun je ook ophangen. Dat vind ik wel dope. En Karel is dope, man. Want Karel kan gewoon s'nachts naar die shit toe rennen. Maar het is nog steeds niet hop, chop, chop, fast travel. Ik moet even naar de andere kant van de map. Even die quest inleveren. Ik ben level 32 of zo. 32. Dus je hebt ook al gemerkt dat je nu 's avonds wel kan rijden. Want na level 30 kan je weer in de auto stappen. Dan krijg je niet meer het gezeur van... Oh, het is misschien beter om dit niet te doen. Het kon altijd al. Alleen dan stopte hij gewoon als er een giant spawn. Ja, maar nu laat hij je gewoon doorgaan. En waar we ook achter zijn gekomen... Want dat wist weer niet. Dit is een belangrijk ding. Hoezo mag ik dan doorrijden? Je mag gewoon doorrijden. Eerst was het zo, je werd op je schouder getikt van... Hey jongen, het is misschien niet het beste om dat te doen. Ignis natuurlijk. Ja. Dumbass. En zei ik, doe ik toch. Ja. Ja. En nu laat hij je gewoon je ding doen. Of ik haal dingen helemaal door elkaar. Je bent slaapdronken al. Dat sowieso. Maar je kon altijd al alsnog instappen. Ja. Alleen dan spande er een giant op de weg en dan stopte die auto. En dan moest je gewoon weg. Nou, ik heb het gevoel dat dat minder is. Ik ben dit aan het verliezen. Wel nog een andere dingetje. Hij is aan het slapen. Is... als je al een stad hebt bezocht of als je al een plek hebt bezocht. Dan kan je gewoon fast travel terwijl het donker is. Ik laat hem heel mooi. Ik haai hem. Maar dan kan je gewoon fast travelen. Dus zonder zelf te rijden. Maar je kan wel direct zeggen van ik betaal 10 gil om op die plek te komen. Dus je gaat niet met de auto dan? Je gaat wel met de auto. Ja. Alleen in plaats van dat je zegt van ik wil daar naartoe rijden. En dat je dan 4 minuten op de bank zou mag zitten. Ja. Ga je er direct naartoe voor 10 gil. Gal. Maar je kunt dus fast travelen. 'S nachts met je auto. Naar plekken waar je al eerder gewend geweest bent. En, maar dat heb ik nog niet geunlocked of dat heb ik gewoon niet doorgehad? Dat heb je niet doorgehad. Dat heb je al. Dit is een raar verhaal. Nee, want ik kon nooit iets kiezen überhaupt met de auto. Auto kon ik nooit kiezen. Ja. Ik zal het dadelijk laten zien. Hij is slaapdronken. Wat gaan we morgen doen? Morgen vroeg hebben we nog 1 bespreking. De laatste. Ik hoop dat we nog met z'n 2 zijn. Waarschijnlijk wel. Zullen we daar een soort van officiële recensie in doen? Ik weet niet wat dit dan was, maar... Ik denk dat we dan een conclusie moeten trekken over wat we van die game vinden. En dan sluiten we nu af met dat we nog heel even rond de nul nemen. Die ligt snurken. Ik ga ook snurken zo, man. Helemaal kapot. Hand. Ik kan kunnen even. Ik ook. Ik niet. Tjus. Bye.